allemaal, wij gaan jullie laten zien hoe wij bridgeles online geven. Dagmar is aan de beurt. Dagmar gaat de punten tellen en die gaat een bod doen. Of niet? Ik weet niet precies hoe hoog dat nummertje zou moeten zijn. Je begint eigenlijk altijd nu nog met 1. Dus je moet 1 bieden. Als je meer dan 13 punten hebt, bied je 1 in hetgene waar jij het meeste kaarten van hebt. Geweldig. Oh, nu is Yara. En nu gaat Melina denken. Melina gaat ten eerste kijken hoeveel schoppers hebben we samen. Is het voldoende om schoppen als troef te maken? En hoeveel punten heb ik? Met 6 tot 9 punten biedt ze 2, met 10 of 11 punten biedt ze 3 en met nog meer punten biedt ze de marge. Lekker bezig. Nou, Dagmar, heb je voldoende punten of niet? Ik dacht, doe 1 spel ertussen met lekker veel punten. Goed zo, Dagmar. Nu hebben we dus de manche geboden. Weer een manche. En wie is de leider op dit spel? Dagmar. En wie is de dummy? Melina. En wie mag de starten? Yara. Topper. Oh, hi. En Yara gaat weer kijken, hè? Wat zijn de regeltjes van het starten ook alweer, Yara? Wil jij die tegen mij nog eens zeggen, Yara? Kleintje beloofd plaatje, top van niks, hoogst van de serie. Geweldig. En wat, onder welk plaatje starten we niet tegen Troef? As. Heel erg goed. Alle regels goed gehanteerd. Dus nu mag jij eentje starten, waarvan jij denkt dat is een goeie. Ja. Maar is dat kleintje beloofd plaatje? Nee. Nee, dat niet, hè? Maar het is op zich helemaal geen slechte start. Maar eigenlijk zou je de 2 starten, omdat je de koning wil aangeven. Oh, ik mag dat natuurlijk niet vertellen, maar... Sorry, Yara. En nu gaat Dagmar dus een speelplan maken. Meike, wil jij me eens vertellen welke stappen zij moet gaan doen om een speelplan te maken? Dat is een moeilijke vraag, hè? Wat gaat zij allemaal doen? Sowieso, ze kan de boer spelen. Nee, maar om het speelplan te maken. Wat gaat ze doen? Gaat ze eerst de verliezers stellen of de winnaars stellen? Verliezers. Heel goed, de verliezers stellen. En Dagmar, lukt het jou een beetje om de verliezers te tellen? Ja, een beetje. Hoeveel verliezers kom je aan? Ongeveer. We gaan het even per kleur doen. Hoeveel verliezers zie jij in schoppen? 1 of 2. 1? 1 lijkt me wel wat maximaal, toch? Ja. En in harten? 1. Ook 1. In klaver? 1. Nee, toch? Je hebt toch alle hoge? Per se 1. Nee hoor. Beetje zelfvertrouwen? Ik zeg 0. En in ruiten? 1. Hoeveel verliezers zijn dat? 3. Nou, helemaal goed. Dan ga je maar eens kijken of dat je nog verliezers weg kunt werken. Of dat je nog meer slagen kan maken. Ga maar eens spelen. Tweede is kleintje, zeker. Voor vaak, hè? Ja. Vaak is het tweede hand laag. Derde man doet wat hij kan. Nou, Meike, doe eens wat je kan. Het gaat een beetje moeilijk. Ik weet het. Nee. Ik hou van plagen. Ach. Oh, dus daarom heb ik 7D's gekozen voor mij. Moet wel overeen. En Dagmar gaat nu kijken. Kijk, de slag is nog niet van jou. Dus om de slag te winnen, pak je hem zo goedkoop mogelijk. Ja.
In schoppen zie ik een klassieke positie. Ja. Meike, die ziet de... Meike, jij ziet alleen maar jouw eigen kaart en de kaart van Melina. Ja. Zonder iets te verklappen verder hoor. Maar als jij naar de schoppen kijkt, wat voor soort iets zou dat kunnen zijn? Snit. Zou een snit kunnen zijn. Oversteken. Ja, en van welke kant zouden ze waarschijnlijk die snit moeten spelen, denk jij? Vanaf de hand naar de tafel. Kijk. Goeie tip. Waarschijnlijk heeft Dagmar niet meegeluisterd hoor, maar het is wel een goede tip. Jawel. Oh jee, oké. Jij bent. Helpen is altijd goed. Vind ik ook. Tweede hand. Dag maar, dit was je snit. Heel erg goed. Speel maar verder. Je weet nu waar Schoppen Koning zit. En er zitten nog twee schoppers in. Het zou kunnen zijn dat Yara dus nog Schoppen Koning en Schoppen Klein heeft. En het kan zijn dat ze alleen maar Schoppen Koning heeft. Dus om zeker te weten dat jij al die schoppers wint... Vanaf welke kant moet je dan weer schoppen spelen? Speel maar, maakt niet uit. Dus deze schop had je natuurlijk beter vanuit je hand kunnen spelen. Hè? Want nu verliezen we één schoppenslag. Nou, het gaat erom dat je ervan leert. Hè? Dus dat betekent, als je behart, wat je ook had kunnen doen, is een klavertje oversteken naar je hand. Dus een klaver naar de aas, de koning of de vrouw. Dan ben je in west en vanuit de westkant weer een schoppetje spelen naar de snitpositie. Ja, maar nu mag... Had je met de aas kunnen... Maar ze was toch een slag? Nee, ze was bij mij. Oh. Klopt. Ze was wel aan... Is dit voor iedereen duidelijk? Ja. Ja, dus... Ja. Oké. Ja. Nog maar iets anders te weken mag leggen. Dat het ook een fout kan gaan. Dagmar. Als jij kijkt naar nu de rest van de slagen, denk jij dat de tegenpartij nog troef heeft? Nee. Heel erg goed. Zo zie je, hoeveel tegelijk je moet bijhouden in bridge. Ik vind het heel knap dat je dat erbij gehouden. Meen ik serieus. Als je kijkt naar die klaveren, had je geen verliezers in. In die harten had je eventueel één verliezer. Vanaf welke kant zou je harten moeten aanspelen voor eventueel geen verliezers? Melina's kant. Heel erg goed. En hoe kom je daar bij Melina's kant? Ja. Hoe kom je daar? Kun je aan slag komen daar? Want nu ben je met ruitaas in je hand. Maaike, heb jij een vraag? Nee, eerder een mededeling, een tip of zo. Doe maar, ja, mag. Ze zou kunnen. Met de ruitenboer. Is het zo dat ruiten aas, ruiten koning en ruiten vrouw eruit zijn dan? Nee, dat niet. Yara? Ik denk een kleine schoppen naar de aas spelen. Zeker, dat kan ook, ja. Ja. Maar Maaike, ik was je een beetje aan het plagen, want ruiten aas, ruiten koning en ruiten vrouw zijn er inderdaad wel uit. Ja. Dus Dagmar, je kunt kiezen. Je kunt of ruiten of met schoppen oversteken. Goeie tips, meiden. Ja.
paard heen en ging zeien. Ja, mag lager. Nee, daar ging het niet om. Tweede hand. Laag. Dat doen wij nu nog wel inderdaad. Ja. Honneur op honneur hebben we nog niet geleerd, maar dat komt nog. Doe maar. Nu komt ie. We gaan nou snijden. Deze. Ja. Hiermee heb je dus 50% kans om alle slagen te maken en 50% kans dat je er nog één had verloren. Kom, Jara, pak de koning. Nee, ze heeft hem niet. En is de rest nu voor jou, Dagmar? Ja. Je hebt alleen maar, dan mag je claimen. Daar bovenin in dat blauwe hoekje staat claim. Dankjewel voor je hulp, Jara. En dan kun je kiezen hoeveel slagen je er nog kan maken. Ik claim 7 slagen contact gemaakt plus 2. Heel erg goed. Nou ja, goed gespeeld. Als jullie nu nog naar het hele spel kijken. Is het dan duidelijk wat er gebeurde in Schoppen? Schoppen moet je eigenlijk 2 keer moet je vanuit West spelen. En 2 keer moet je naar de aas-vrouw boer combinatie spelen. Oké. Okay. Ja. Ja, dat is de beste speelwijze. En harten. Ging perfect, hè? Harten ging perfect voor de snit voor de koning. Dus de snitkoning, ik zal dit filmpje ook nog even opsturen naar de snitkoning. Die zal heel trots op jou zijn. Dagmar. Jara, wat is je vraag? Ja, meer een vraag, want bij de chat zie je dan zo onderin. Zie je iemand die Terry L in L's heeft? Ik weet niet wie het is, maar... Ik heb geen idee. Ja, dat weet ik kijk daar... In de chat staat dat iemand hooi zegt. Oh, oké. Dagmar reageert dan met hooi. Okay. Geen idee. Nou, maar ik zou me gewoon even niet op die chat verder reageren. Kijk me gewoon eventjes naar het verhaal. Ja. Ik gooi het ook telkens weg. Heel goed. Gaan we nog een spel spelen? Ja! Helemaal goed. Dan gaan we nog één spelletje delen om het af te leren. Ja. Kijk, dan ga ik hier op drukken. En dan wordt er nog een spel gedeeld. Extreem, hè? Helemaal goed. Ga je nou allemaal even zwaaien naar alle juffen en meneeren? Perfect. Dankjewel.